De minister van Justitie en Politie, Eugène van der Zan, heeft de afgelopen dagen een druk werkschema van besprekingen afgewerkt. Op maandag 10 april heeft de bewindsman met de procureur-generaal Roy Bajnaat Pandey gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de werkrelatie tussen het ministerie en het Openbaar Ministerie. Afgelopen dinsdag waren de korpschef van het Korpspolitie Suriname, Agnes Daniel, en het hoofd van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname, Sandra Klaver, aan de beurt. Tijdens een kennismaking gisteren met het bestuur van de Surinaamse Politiebond zijn de kwesties met betrekking tot de sporttest, het bezitten van een rijbewijs en de vergoeding van overwerk aan de orde gekomen. Nadat het bestuur de minister geïnformeerd had over deze brandende vraagstukken, zijn er afspraken gemaakt omtrent de verdere aanpak. Minister Van der Zan heeft gisteren ook de ambassadeur van de Volksrepubliek China, Zhang Yingzhong, voor een beleefdheidsbezoek ontvangen. Met de ambassadeur is er gesproken over de samenwerking met China en de voortzetting daarvan. Ten slotte heeft de bewindsman vandaag een ontmoeting gehad met de Franse ambassadeur Michel Prom. Tijdens deze ontmoeting is gelet op de huidige ontwikkelingen in het buurland Frans-Guyana, gekeken naar mogelijke samenwerking tussen de Franse en de Surinaamse justitiële autoriteiten.